Hallo en welkom bij Van Aarschot Vlogt. Ik zit in de auto, ik heb net mijn werkdag achter de rug. En ik heb vandaag een e-mail gekregen. Ik had iets besteld, een pre-order van een nieuwe camera. En hij is geleverd in de winkel, dus ik ga die nu snel afhalen. Ik heb gekozen om die camera in een winkel te kopen. Ik wou het niet puur online doen, omdat ik wel altijd het advies binnen een winkel wel aangenaam vind en apprecieer. Dus ik koop altijd liefst zo'n zaken in een winkel zelf. Ik ga er nu naartoe rijden en hem uithalen. Ik moet me echt haasten, want anders ga ik te laat zijn. Dus go, go, go! Zo, een van de redenen dat we een nieuwe camera gaan kopen is omdat we ook gaan vaker vloggen. Dus jullie gaan binnenkort vaker nieuwe video's zien verschijnen op ons kanaal. En we dachten van ja, als we kwaliteit willen brengen, gaan we ook de kwaliteit van onze beelden een beetje next level moeten brengen. En daar hebben we uitgekeken naar een nieuwe camera. Jullie gaan in het verleden Nathalie iets vaker in beeld gezien hebben. Het zou de bedoeling zijn dat ik in de toekomst ook wat vaker terug ga filmen. Ze heeft mij ook opgedragen om nu een vlog te maken over het ophalen van de camera. Ik denk dat het ook deels was om te zeggen van begin maar terug wat te filmen, want je gaat er moeten aan gewoon worden. Dus bij deze doen we dat. Ik ben ondertussen aangekomen in Mechelen en de auto is geparkeerd en daar om de hoek is de winkel waar we de camera gaan afhalen. Super, dankjewel. De camera is binnen. Ik ben heel benieuwd hoe dat die gaat werken. Ik ben me zo wel een beetje nerd op vlak van technologie. Dus ik ben heel benieuwd om die nieuwe camera te ontdekken. Terug in de auto, nu naar huis rijden. En ik ben benieuwd wat dat Nathalie en de kindjes gaan vinden van de nieuwe camera. Maar ja, als ik thuis kom, ga ik wel eerst de batterij nog moeten opladen. Dus ik denk dat we het hem al wel kunnen zien, maar dat we het hem nog niet gaan kunnen testen. Spannend! Nu gaan we iedereen zijn reactie kunnen zien op de camera. We zijn terug thuis. Ik denk dat vooral Nathalie er een probleem gaat met hebben met een microfoon die ik meegebracht heb. Ik denk dat dat haar eerste reactie zal zijn. Ella! Ik ben thuis! Fran is staan er een dus. Mathies, die zit hier in de zetel. Weg Mathies! Hallo! Hey, ik ben thuis met een nieuwe camera. Ja, maak ik een machine. Ja, zeker. Kom je meekijken? Stikt in de rugzak. In een week was ik de camera al gaan bestellen. Ik heb toen de lens al meegebracht, een extra batterij en een geheugenkaartje. En vandaag heb ik de camera bij, maar ik heb ook nog een paar dingen extra mee. Oké. Ben je niet benieuwd? Ja. Zullen we samen kijken, zeg. Ben benieuwd, hè? Ja. Voilà. Zoveel. Zoveel. Dit is iets dat je zo mee kunt blazen. Dat is voor als er een stofje in de camera zit, dan kun je dat eruit halen. Kunnen we een draagriem bij om de camera vast te maken als je die rond je wilt hangen. Dit denk ik dat mama haar favoriet gaat zijn. Een nieuwe microfoon. Ik denk dat als mama zelfs gaat komen, dat die het eerste gaat zijn dat die zegt is dat die microfoon te groot is. Denk je ook niet? Ja, dat kan. En dan er nog zo'n plush voor daarover te trekken. Dat is voor tegen de wind. Als je dan filmt en er is veel wind, die plush houdt daar tegen. Oké. En dit is de camera. Zo, hier staat... Ga je die eens open doen? Gaan we die samen open doen? Ja. Kom je eens kijken, Fran? Zo, ik ben... Hallo en welkom bij Van Aarschot Vlogt. Ja, ik ben de lens en het geheugenkaartje op te gaan halen.
Want we hebben de camera hier bij, Fran. Ga jij de doos open doen, Mathies? Dan help jij zo. Oké. Jij gaat dan wel kunnen afkrijgen. Heeft Fran de langste nagels? Ja. Zo. Wow, spannend. Oh, nee. Oh ja, ik zie maar. Dit is de spray om op te laden. Ja, dat is voor de lader. Zit daar hieronder? Ik denk het, maar hier zit een gatje. Ik denk dat je het daar kan opentrekken. Huh? Wow. Oh my god. Ik kan maar zien. Nee, ik ga echt winnen. Ga je winnen? Nee, omdat van geluk. Hoppa. Ah ja, dat was die. Ik had gezien, toch? Ja, ik had er al een foto laten zien, hè. Hier is hij. Woep. Ons nieuw vlogmachine. Ik weet niet of dat de batterij er eigenlijk al in zit. Eens kijken. Het geheugenkaartje zit er nog niet in. Gaan we eens kijken wat dat mama ervan vindt. Daar, hier. Ah, kompas. Wacht, wacht. Ik wil vooral het gewicht eens wijzen. Ja, maar ik weet niet of dat de batterij er al in zit. Dus of dat gewicht met of zonder batterij is. Dat valt nog niet. Het valt wel, pas op als je dat heel de tijd zo moet houden. Ja, maar je kunt die ook hier zo onder die lens vaststellen. Je kunt die ook zo op je hand laten rusten. Pas op, als je dat zo heel de tijd moet houden, is dat wel... Poeh, maar we gaan wel armen krijgen, Fran. Sterk worden. Ik hoop dat die lens breed genoeg filmt. Ja. Je moet het niet zo extreem ver houden dat je er toch nog duidelijk op staat. Hè. Ik dacht dat mama eerst iets anders nog ging zeggen, voordat ze iets van de camera zou zeggen. Goeie, heeft papa nog iets gekocht? Nee, hè. Oh, nee, hè. Echt? Ja, nee, ik zet het daar niet op, hè. Nee, het dat is niet Fran. Alles, hè. Dat is een ontplofte... microfoon. Ja, dat is... Ik niet, dus, hè. Ik niet, hè. Dat is, ik vind dat zo voor een interviewer van het VRT-nieuws of zo. De microfoon, hè, Fran? Oh, die wil ik. Fran, nee, dat is voor zo te doen, zo. Kijk, kan je zo de onze liefde is een watervrouw. Ja. Dat is ook een schat, want dat is... Allee, papa. Oh, je kunt het in een verpakking laten en terug doen, hè. Neem eens dat in. Nee. Vond je die al zwaar? Wat? Weg. Die camera. Ja, dat is het. Dat is gewicht. Zonder batterij. En waar is de batterij? De batterij die gaat hier niet in. Hij is maar één batterij. Ja, ja, maar ik heb er al twee extra gekocht de vorige keer als ik die ga bestellen. Ja, want daar, we kunnen daar veel langer mee ja, dan met die GoPro's. Dat weet ik niet. Die lijkt een beetje op de film, op dat meisje haar dingen. Van de film. Van van de film van mijn kerstmis. Ja. Ja. Maar die heeft enkel... Het lijkt op mijn fototoestel van 15 jaar geleden. Ja. Zo, hè. Ja. Ja, ja. Het lijkt een oud fototoestel. Het is piksplinternieuw. Ja, maar dat is toch zo. Dat... Ja. Wij kennen dat ook niet meer, hè, als fototoestel. Wie gebruikt zoiets nog als... Ja, wij gebruiken het nu voor te filmen en te vloggen. Maar als fototoestel denk ik dat heel weinig mensen dat toch nog gebruiken. Iedereen trekt tegenwoordig foto's met een gsm. De batterij is zo goed als leeg. Staat wel. Maar het start wel op, maar de batterij is bijna leeg. Ja, het beeld is wel... Mag ik eens kijken? Mag ik eens kijken? Ja, maar dat... Maar je kan niet. Ah, klap, het ding is eraf geklapt. Wauw, Frans, dat is wel mooi. Dat maakt misschien dat ik minder rimpels heb op de. Zo, wacht. Hop, zo zien we meer. En zo zien we Mathies van heel dichtbij. Ja, je kan het zien en zijn aan het filmen. Dan. Ja, het is niet dat we dat foto's gaan trekken, hè. Allee, dat gaat ook, hè, toch? Ja, ja. Ja, ja. Zo is het, en dan kunnen we zo helemaal inzoomen tot hier. Ah, ja. Je moet hem niet zo kwijt of ver houden, maar als je die zo houdt, sta je er eigenlijk nog redelijk goed op. Hè. Maar dat kan je nog aanpassen met een andere lens ook. Ah, ja, dat je minder ver moet houden, bedoelt. Ja, dat hem breder beeld neemt. Hè. Ja, dat is zuiverder beeld. Hè. Ja. Dan zie je het verschil, maar het is... Nee. 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 Mama, dit zit er nog in. Ik wil niet met dikke ergens. Nee, dat is voor een maan en al. Ah, je moet dingen stellen.
Maar wel, Tor, wat denk jij er allemaal van, Brits? Nee. Wat denk jij er allemaal van? Dan kunnen wij jou ook filmen met dit. Ja. Papa, blij met de nieuwe camera? Ik ben er heel blij mee. Ik heb heel lang en heel veel opgezocht op internet. Welke camera dat we zouden kopen. Wanneer is de bedoeling om gebruiken, papa? Starten? Dat weet ik niet. Nu is het eerst de batterijen opladen en ja, dan mee beginnen oefenen zeker. Hè? Mm-hmm. Even een vraag, wat gaan we doen met de andere camera's? Bijhouden, hè? Want bijvoorbeeld de camera dat mama hier vast heeft. Ja, dat is een GoPro, dus dat is gemakkelijker denk ik voor in pretparken. Ja. Of als je meepakt op de fiets. Of zo op vakantie. Zo. Ja, of voor in het water. In het water. In het water, ja. Inderdaad. Nee, want die mag niet in het water. Hè. Jongens, daar mag geen water aan. Deze gaat wel nog heel veel gebruikt worden. Hè. Of als we in een pretpark gaan en jullie gaan in een attractie, dan ga je niet, denk niet dat we zo'n duur toestand mee gaan nemen. Ja, gaan in een nachtbaan, hè, papa. En dan ondersteboven en dan zijn we hem kwijt. Nee, dan pak je deze mee. Hè. Ja. Er staat op de camera dat ik moet registreren, dus ik ga heel even hier eens kijken. Het was heel eventjes uitdagend voor mijn Sony-account. Ik had blijkbaar ooit al een account gemaakt bij Sony, waar ik niet van wist. Of toch niet meer wist. Dus ik moest even zien dat ik terug wachtwoord, resetten, terug aanmelden. Maar dat is nu allemaal gebeurd. Alle instellingen van de camera zijn nu in orde. Dus ik ga nu de camera insteken dat de batterij kan opladen. Wij zijn ondertussen ook nog aan het editen geweest aan de vorige vlog. Terwijl dat de camera aan het opladen was. Hij is nu helemaal opgeladen. Ik ga nog heel snel deze vlog die we nu opgenomen hebben, ga ik nu nog snel editen. Dan kan die morgen vroeg online. Dat is een uitdaging, hè? Dat is een uitdaging, ja. S'avonds beginnen filmen en die de ochtend erna online krijgen. Het is nu 10:00 in de avond, hè. Ja, oké. Okay. Moet lukken. Als er dan nog tijd zou over zijn, dan denk ik dat ik misschien eens de camera nog ga ontdekken. Maar, Nou, we hebben hem nog niet echt ontdekt, eigenlijk, hè? Nee, de batterij opgeladen. De batterij is nog maar net opgeladen. Ja. Dus best spannend, hè? Ja, maar komt goed. Jij zoekt het uit en jij legt het mij uit, hè. Zo gaat het toch met alle gadgets in huis. Ik volg wel gewoon. Zoek jij het maar uit. Ik wou dat de beelden veel beter gaan zijn. Dat denk ik ook. Veel zuiverder, denk ik wel. Ja. Want nu filmen we alles met een GoPro. Hè. Ja. Nu, sowieso, ik heb ergens gehoord, de beste camera voor te vloggen is een camera die dat je bij hebt. Ja, dat is waar. Dus, ja. Ja, we gaan deze nog wel gebruiken. Hè. We gaan deze sowieso ook nog wel gebruiken. Die is maar zo groot. Ja. Als de mensen ons binnenkort zo in de supermarkt zien rondlopen. Dan ga je opvallen. Dan ga je zeker een probleem met de security. Wat doen? Ja, dat gaat niet onopvallend gebeuren. Maar dan gaan de mensen wel doorhebben dat we aan het vloggen zijn. Dat is wel waar. Misschien wel goede reclame. Ik zou zeggen, veel succes nog met het editen tegen morgen vroeg. Ja, komt goed. Cool. Kijken jullie uit naar onze nieuwe vlogs met onze nieuwe camera. Geef dan alvast een dikke duim omhoog. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal onder deze video. Doei!